In 2015 kwam de diaconie bij de kerkenraad met het idee om een woning te kopen. Een woning voor mensen die in nood verkeren, zodat ze daar tot rust kunnen komen. Deze woning is compleet voorzien van alle gemakken, zodat ze in hun crisissituatie rustig verder kunnen zoeken naar een nieuw bestaan. Ik ben Grietje Martens. Ik ben predikant in Olde en Nijenbekoop in de tijd van de realisatie van het diaconiehuis. Bij ons thuis werd er al over gesproken. Mijne kwam met het plan om hier een Oldebekoop huis te zoeken. Voor mensen die in crisissituaties waren beland en dan tijdelijk een woonruimte nodig hadden. En als kerkenraad waren wij daar ook wel heel erg blij mee met het plan op zich. Alleen de keerzijde van het plan was dat wij sowieso hier in Olde Nijenbekoop maar een hele kleine gemeenschap hebben. Dat er maar twee mensen in de diaconie zaten. En dat er grote vragen waren van ja, maar kunnen wij dit eigenlijk wel behappen? Het proces van de discussies in de kerk heb ik niet altijd als makkelijk ervaren. Ik denk dat in ieder geval de voorzitter de taak heeft om te kijken voor langere termijn. Hè, wat zijn je doelen op een langere termijn? En ik wilde ook heel graag, en daar was ik niet de enige in, maar niet altijd heel breed, dat het niet alleen een project van de kerk diaconie zou worden, maar dat het een project van het dorp zou worden. Dus dat er ook mensen buiten de kerk erbij betrokken zouden zijn. En ik weet nog wel dat dat best een proces was waar discussies over gevoerd zijn, wat niet altijd makkelijk was. Wat ik zelf ook een groot voordeel vond, en dat klinkt misschien wat heel financieel, maar daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Want natuurlijk waren daar wat vraagtekens over van komt het wel goed? Komt het wel goed met het beheer? Stel, er wordt niet goed op het huis gepast. Stel, er is überhaupt geen belangstelling voor. Hè? Dat was ook nog maar zeer de vraag. Er was een regel opgenomen en daar hebben we ook over gediscussieerd. Voor stel, het is niet een succes of het wil niet. Dan kan het huis altijd nog weer verkocht worden. En als je naar de financiële kant dan kijkt, en dan is een huis een goede belegging. Natuurlijk kun je nooit de toekomst voorspellen, maar dan zou je in principe het diaconale geld weer terug hebben en zou je het voor een ander diaconaal doel kunnen gebruiken. Ik ben Jan Berend van Elp. Ik ben 12 jaar lang voorzitter geweest van de kerkraad en op dit moment ben ik nog ouderling kerkrentmeester van deze kerk. Nou ja, ik denk dat het een hele goede zaak is, omdat mensen heel vaak heel beperkt aankijken tegen de kerk. Denken van ja, dat is het gebouw of het is een clubje mensen wat daarbinnen wat aan het zingen en aan het bidden is. Heel vaak hebben mensen het idee van ja, het is alleen maar verticaal. Het gaat over je relatie met God. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. We hebben heel duidelijke opdracht meegekregen om er te zijn voor de naaste. En dat geldt voor ver weg, maar ook voor heel dichtbij. En de diaconiehuis is natuurlijk duidelijk een mogelijkheid om te laten zien dat je oog hebt voor mensen die een beetje in de problemen zijn gekomen. Dat je oog hebt voor mensen in het dorp. Je kunt daar echt het omzien naar elkaar, kun je daar gestalte geven. Dus dat is wel heel mooi. Nadat het plan was goedgekeurd in de kerkenraad, werd het gepresenteerd aan de gemeente. Dit gebeurde op de gemeenteavond van dinsdag 15 maart 2016. Ik ben Afra Wamsteker. Ik ben getrouwd met John. Wij hebben allebei in Leiden gestudeerd en we zijn daar getrouwd. En we hebben daar heel lang in de Leidse binnenstad gewoond. Ik herinner me dat het was de eerste keer dat ik naartoe ging. We waren nog niet zo lang ingezetenen van Zandhuizen en ook nog niet zo lang lid van de kerk in Oldebekoop, maar ik dacht, daar moet ik toch maar heen gaan. John is minder een vergadertijger, dus die zei, dat doe ik niet. Het was gek, het gebouw kende ik niet. En daar kwam ik dus ook voor het eerst binnen en daar zaten heel veel mensen. En ik was natuurlijk een beetje laat, want ik ben altijd een beetje laat, dus ik moest achterin zitten. En ja, ik kon merendeel van die vergadering niet echt heel goed volgen, want ik kende de mensen nog niet zo goed.
Maar ergens tegen het eind, dat kon ik wel goed volgen, kwam er een voorstel dat de diaconie een huis zou kopen en dat zou verhuren, kortdurend telkens, aan mensen die plotseling in de problemen zaten. Een man die door zijn vrouw eruit was gegooid of een brand of wat dan ook en die geen ander onderdak makkelijk konden vinden. Maar dat moest dan ook op stel en sprong. Dus het moest ook een huis zijn dat helemaal ingericht was en zo. En dat leek mij een heel goed idee. En tot mijn verbazing waren een heleboel mensen in die vergadering er tegen. En dat begreep ik helemaal niet. Was voor de diaconie was het financieel helemaal niet onaantrekkelijk. Ze hadden bovendien best wel veel geld. En het gevoel van, ja, maar dan geven we wat weg. Dat hing een beetje in de sfeer. En ik vond dat zo vreemd, want daar is de diaconie natuurlijk eigenlijk best voor. Nou ja, als je voor het eerst bent, hoor je natuurlijk je mond niet open te doen. Maar ik heb mij toen wel positief achter dit plan geschaard. Het is ook gelukkig aangenomen. De mensen op een gemeenteavond die er kritische vragen over stellen, die houden een kerkraad, een gemeente scherp. En het mooie van die gemeenteavond was dat de avond vrij kritisch, toen het onderwerp één keer begon, vrij kritisch eerst werd benaderd en naar een discussie. Na een discussie zag je toch dat het wat kantelde en dat er toch een positief besluit aan het eind van de avond was. En dat is niet altijd gemakkelijk. Op een gegeven moment denk je soms ook waarvoor. Ik weet nog dat ik dacht van nou, dit wordt het misschien wel niet. En aan het eind van de avond was er toch een positief besluit. En konden we ermee instemmen, kon de gemeente ermee instemmen dat de diaconie een huis ging kopen. Nu ook de gemeente heeft ingestemd met het plan, is het tijd om op zoek te gaan naar een geschikt huis. Hiervoor wordt de makelaar Michel Snoek ingeschakeld. Mijn naam is Michel Snoek. Ik heb sinds 2014 een makelaarskantoor in Oldebekoop. Daarvoor heb ik makelaarskantoor gehad in Den Haag en ik doe het nu ongeveer 25 jaar. Nou, ik heb de samenwerking eigenlijk als heel erg plezierig ervaren. Normaal dan word ik altijd ingeschakeld om een woning aan te kopen voor mensen die er daadwerkelijk zelf willen wonen. En in dit geval was er een veel groter maatschappelijk belang. We zijn met een vrij grote delegatie, hebben toch een aantal woningen in Oldebekoop bekeken. En uiteindelijk is daar een huis aan de Geert Lammertlaan uitgekomen. Waarbij wij allemaal het idee hadden van nou, dit moet hem gaan worden. Ik kan me het aankoopproces nog heel goed herinneren. Deze mensen die hebben hem destijds zelf te koop aangeboden, dus zonder makelaar. En via via kwamen we er met elkaar achter dat dit huis op de markt kwam. We hebben toen vrij snel, herinner ik me nog, een afspraak gemaakt. Toen zijn we daar gaan kijken en toen hebben we een ronde gemaakt. Die mensen die vroegen een bepaald bedrag. En omdat die mensen graag de tijd wilden hebben om nog naar een nieuw huis te kunnen verhuizen, hebben we nog iets van de prijs af kunnen krijgen, waarna het allemaal gelukt is. We hebben uiteindelijk aangekocht voor 188.000 euro kost de koper. En als ik daar nu, anno 2022, tegen aankijk, denk ik dat het een hele goede investering geweest is, want een waarde zal tussen de 3 en de 3,25 kost de koper liggen. Ik ben Geke Smeenk, notaris in Oosterwolde van de Werven Netwerk Notarissen. We hebben een vestiging in Wolvega, Oosterwolde en ook nog één dag in de week zitting in Oldebekoop. Alles wat niet alledaags is, dat blijft natuurlijk beter hangen. En er werd toen gezegd dat er overwogen werd om een woning aan te schaffen. Nou, dat is natuurlijk voor ons gesneden koek. Alleen ja, het bijzondere was hier dat er verwevenheid was met de diaconie en een nieuw op te richten stichting. Ja, en dat bracht allerlei vraagstukken met zich mee. Wat ik me nog kan herinneren, dat was dat in het begin het idee was dat de diaconie een stichting zou gaan oprichten. En dat we ook nog even gedacht hebben van ja, waar moet de eigendom van die woning terechtkomen? Bij de diaconie of bij die stichting? En dan blijkt dat wat je bedenkt of hoe je het graag zou willen misschien van hoge hand weer niet kan. Hè? Want de diaconie heeft natuurlijk ook allerlei goedkeuringen nodig. Nou, toen bleek ook dat er door de diaconie niet zomaar een stichting opgericht mag worden. Maar we wilden natuurlijk wel dat de diaconie wat te vertellen had in het hele verhaal. En dat hebben we uiteindelijk weten op te lossen door de eigendom wel bij de diaconie terecht te laten komen, maar de uitvoering door een stichting te laten doen. Nu de koop van het huis een feit is, gaat het bestuur aan de gang met de inrichting. De diaconie heeft een budget van 210.000 euro voor de aankoop, kostenkoper en de inrichting.
Ze blijft daar keurig binnen. Nu nog de daadwerkelijke overdracht naar het bestuur. Dat organiseert nog een open dag. De huurders kunnen erin. Ik ben Annelies Brandsma. Ik woon al sinds 2001 in Oldenbekoop. En ik ben vanaf het allereerste begin betrokken bij het Diaconiehuis. Tijdens de gemeenteavond die er gehouden werd in 2017, werd er verteld over het Diaconiehuis en de plannen daarover. Dat trok mij enorm aan. Ik vind het belangrijk dat we meer zijn dan alleen een kerk op zich in het dorp, maar dat we ook toegankelijk zijn en laten zien dat we iets doen voor onze medemens. Daarom heb ik mij inderdaad heel erg positief voor ingezet om het te laten slagen en met mij nog meer gemeenteleden. En zo is er ook een stichting Diaconiehuis gekomen. Ik vervul de rol als secretaris en dat doe ik met veel plezier. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de mensen die daar komen wonen. En dat zijn mensen met een crisissituatie en dat is verschillend. Ik zorg er dan voor dat er een huurcontract is, dat we de regels doorspreken en dat zij een aangenaam verblijf kunnen hebben in ons huis. En dat gaat de laatste 5 jaar altijd goed. De afgelopen 5 jaar is hij altijd bewoond geweest op kleine 3 maandjes na. En het zijn veelal ouders met kinderen. En op dit moment zitten er 2 zussen in met 3 kinderen zelfs. Maar het heeft altijd een goede functie gehad. We hebben wel als stelregel dat gezinnen voorgaan op individuen. En dat hebben we tot nu toe iedere keer goed kunnen uitvoeren. Af en toe is er zelfs een wachtlijst geweest. En op dit moment is de vraag er niet. Wellicht is dat ook de situatie waarin we nu leven. We hebben het huis compleet ingericht. En voordat er de bewoners inkwamen, hebben we de buurtbewoners uitgenodigd om ook dan een kijkje te komen nemen. Zodat ook onze buurtbewoners betrokken zijn bij hetgeen wat we doen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt, ook bij de informatieavond. En zij zijn een hele warme buurt en maken dat de mensen die daar wonen zich ook echt welkom voelen. Ik ben Henk Bosma, 70 jaar, gepensioneerd horecaman. Hier in Oldenbekoop bij het Koepelbos, dat iedereen bekend is. Hetjes, eentjes. Dus het was een hele fijne periode, maar ik ben nu 4 jaar gepensioneerd en we hebben er afstand van gedaan. Het is welletjes. Wij hebben een uitnodigingsbrief gehad voor in de consistorie met de hele buurt, wat wij konden verwachten. En daar waren dus nogal wat, de opkomst was goed. Het was allemaal positief. Er waren huisregels die werden opgesteld. Wij vonden het niet leuk omdat daar mensen zijn met honden of met duiven of dat soort dingen. Daar waren we op tegen. Maar verder hadden we helemaal geen bezwaar. Bij die bewoners die daar wonen, dat is op zich heel fijn. Je hebt eigenlijk bijna nooit langer dan 1/2 jaar heb je hier bepaalde bewoners naast wonen die een gezinsprobleem hebben gehad, die dus hier uit nood wonen. Maar dat ging altijd heel goed. En nu met de mensen uit Oekraïne heb ik het idee dat ze wat langer hier blijven, omdat het toch een andere situatie is als voor de Nederlandse mensen. Ik help ze ook een beetje, die andere mensen dat hoeft er niet zo, die redden zich wel. Maar deze mensen die help ik af en toe een beetje met een bloemetje bij de deur, een katalpa snoeien, even onkruid spuiten, even de heg scheren en dat soort dingen. Dus, en dat wordt echt in dank afgenomen, want ze willen mij ook altijd helpen. Nou, en dan zeg ik, hier heb je een veger of een schaar, help me dan maar even en dan gaat het hartstikke goed. Het bestuur van het Diaconiehuis heeft door de jaren heen bewoners gevraagd hoe zij ons huis hebben ervaren. De rode lijn in hun reacties is dat zij op een vaak moeilijk moment in hun leven er de noodzakelijke rust hebben kunnen vinden. Het huis, helemaal ingericht, in een mooie schone buurt en met fijne buren, bood een veilige omgeving. De maximale huur van 1/2 jaar was doorgaans voldoende om het leven weer enigszins op de rit te krijgen. Ze zijn dan ook heel blij dat ze een tijd van dit huis gebruik hebben mogen maken. Ik ben Geertje Kluitenberg. Ik woon op het West in Oldenbekoop. Ik ben getrouwd met Joost Kluitenberg. Iedereen zal mij wel een beetje kennen van de bankbekoop of voorschotbank. En die hier in het dorp was. Ik ben nogal vrij actief in het dorp. Want vanaf zolang als we hier wonen, heb ik altijd nog ergens ingezeten in een vereniging of stichting.
of wat ook maar, als het gevraagd wordt, dan doe ik dat meestal wel. Dan stap ik erin. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om in de stichting van het diakoniehuis te komen. En toen zei ik, nou, doe dat nu nog maar niet, want ik heb nog te veel dingen waar ik in zit. Toen was er iets afgelopen, was ik uitgegaan en toen kwam de vraag weer. Ik zei, nou, dat ga ik doen. Ik ben dus penningmeester geworden, al redelijk gauw. Dat vond ik eerst nog wel een beetje lastig. Het is niet zo moeilijk om de notes allemaal te betalen. Maar het gaat ook om de jaarrekening en de begroting, hè, die je moet maken. Nou, dat vond ik eerst wel wat lastig, maar met behulp van onze andere bestuursleden gaat dat prima. Nu gaat het allemaal, nu kan ik het ook zelf wel. We hebben een heel klein bestuur. Dat bestaat uit de voorzitter en een secretaris, en secretariaat en een penningmeester. En dan nog twee leden. We hebben maar een paar keer in het jaar vergadering, daar kunnen we het mee doen. Maar een heel hecht team, heel leuk. En we zijn eigenlijk ook altijd wel heel gauw klaar, want we hebben de besluiten niet. Doen we met elkaar, maar dat gaat allemaal prima. Ik ben Mirjam Keuning en ik ben voorzitter van de Kerkenraad en van de diaconie van de protestantse gemeente van Olde en Heibekop. Ik ben betrokken bij het diaconiehuis toen ik startte bij de diaconie van de PKN-gemeente. Toen was net het huis aangekocht. Dus eigenlijk was alles geregeld, het huis stond er. Maar zat het echt in het begin om, volgens mij was er zelfs al een presentatie geweest voor het dorp. En zou de eerste bewoner komen. Dus ik heb het aankoopgedeelte heb ik gemist. Maar voor de rest ben ik erbij betrokken geweest. Het contact wat we hebben met de Stichting Diaconiehuis is ongeveer 3 maandelijks hebben wij contact. Vraag ik wat de stand van zaken is, krijg ik de notulen van de vergaderingen. Die bespreken we in de diaconie. En elk jaar krijgen wij een jaarverslag met de verrekening of de jaarrekening van wat ook financieel de stand van zaken is rondom het diaconiehuis. Of wij uniek zijn met het project? Dat dacht ik niet, want het is voor mij eigenlijk wel vanzelfsprekend dat je zoiets zou doen. Maar het blijkt dus eigenlijk best wel uniek te zijn. En daar hebben we ook wel geluk mee in Olde en Nijenbekoop. We hadden natuurlijk ook de mogelijkheid als diaconie om een huis aan te kopen. Dat heeft niet elke diaconie, dus dat is ook echt wel een geluk. Dat is mooi dat we dat kunnen doen. En we merken dus wel dat we daarin uniek zijn. Er zijn volgens mij wel een aantal andere dorpen die wel zoiets willen organiseren en in kleinere mate. Maar volgens mij zijn we op dit moment daar nog uniek in. Of ik er blij mee ben dat wij dit kunnen doen als diaconie en kerkraad, dan denk ik, ja, daar ben ik eigenlijk heel trots op. Dat ons gelukt is. En mijn voorgangers in de diaconie hebben daar ook heel veel voor gedaan om dat te bewerkstelligen. Want daar werd ook wel wat kritisch naar gekeken. Dus of ja, is deze vraag er wel? En dat gebeurt wel vaker, dat mensen niet altijd in de gaten hebben dat eigenlijk hun buurvrouw of buurman deze zorg wel nodig heeft. Mensen gaan er toch van uit dat, ja, dat het eigenlijk niet zo, dat het meer ver van de bedshow is. Ik denk dat je daardoor heel goed laat zien wie je bent als kerk in de gemeente. Op een gegeven moment, als je contact krijgt met een gemeente, dan ga je wat inlezen en dan snel viel mijn oog op het diaconiehuis. En als predikant, als je in een gemeente werkt, dan kom je natuurlijk mensen tegen die het moeilijk hebben, in hun problemen terechtkomen. En ergens een woning zoeken en op dat moment niet snel wat kunnen vinden. Of in ieder geval wat hun past, zeker financieel ook. En als je daar zelf wat bij betrokken bent, dan valt eigenlijk je oog meteen op zo'n diaconiehuis. En dat spreekt je dan enorm aan. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Jouke Droogsma, de predikant hier in Olde Bekoop. Sinds dik half jaar. En ik woon in Olde Hoop-Paarden, daar ben ik ook predikant. 30% hier, 70% daar. Vanuit de kerk, de gemeente, probeer je natuurlijk zeker diaconaal altijd iets te betekenen voor mensen die in problemen terechtkomen. En op dorpen is dat best wel eens moeilijk, omdat daar mensen zitten die het voor een ander niet willen weten dat ze in de problemen zitten. En zeker als je dan een diaconiehuis hebt, kun je als diaconie toch wat betekenen. Omdat het vaak gaat om mensen ergens anders vandaan die in de problemen terechtkomen. En dan kun je ze helpen. En eigenlijk is dat ook de boodschap die een kerk uit wil dragen, dat je er bent voor anderen. Welkom allemaal. Daarmee heb ik de opening gehad. Aan de orde is het verslag van de vorige vergadering.
Ik heb één mededeling te doen, namelijk de afwezigheid van ons bestuurslid Anita. Helaas is ze ziek vanavond en uiteraard beterschap gewenst. En dan is nu het tweede agendapunt aan de orde, het verslag van de vorige vergadering. Hebben jullie daar nog op- of aanmerkingen over? Nee? Oké, dan hebben we het stellingsverslag bij deze vast. Dank aan Annelies. Komt nu agenda punt 3. De stand van de financiën. Eertje, hoe staan we ervoor? Nou, dat gaat allemaal prima. De huren die worden op tijd betaald. Ja, alles is goed maand op maand wat het overgemaakt. De notas die zijn al keurig. Een objectieve beschouwer zal zeggen dat de diaconie 5 jaar geleden een fantastische aankoop heeft gedaan. Ieder jaar een klein rendement en een grote waardestijging. Toch is het nooit gegaan om het financiële rendement. In de afgelopen 5 jaar heeft het huis slechts 3 maanden leeggestaan. Steeds zijn er mensen die behoefte hebben aan een dergelijk huis. Het maatschappelijk rendement is dus groot. Dat is niet uit te drukken in een cijfer.